40 jaar al is er aan de Gasthuishoeve in Mortsel een terrein voor woonwagenbewoners. Zigeuners, Roma's en andere rondrekkende mensen. Met plek voor 26 caravans, maar het loopt er steeds meer de spuigaten uit. Er komen alsmaar meer bewoners bij op dat kleine terrein. Inmiddels zijn dat veel meer gezinnen geworden, want er zijn natuurlijk ook kinderen geboren. We zitten daar met 120 mensen, waarvan ruim de helft jongeren tussen de 0 en de 18, zeg maar. En die willen natuurlijk ook hun gezin opstarten en die hebben ook plek nodig. Dus die zijn op zoek naar een extra woonplek. Het woonwagenpark langs de luchthaven nog vergroten wil en kan Mortsel niet. Ze lanceert wel een oproep aan Vlaams inburgeringsminister Geert Bourgeois. In heel de provincie Antwerpen zijn er nu maar 9 woonwagenterreinen. Er moet er dringend extra komen. Het is een erkende woonvorm, zoals iedere andere woonvorm. Dus we vinden ook dat er meer woonwagenterreinen zouden moeten bijkomen. Dat is natuurlijk een prangende vraag, net voor de verkiezingen. Maar het is toch wel belangrijk dat er in de toekomst effectief meer woonwagenterreinen bijkomen. De provincie Antwerpen geeft intussen wel subsidies om de woonwagenbewoners te begeleiden. Zo maakt ze geld vrij voor een coördinator op elk terrein, een conciërge zeg maar. Er zijn er fondsen die ervoor moeten zorgen dat al de jongeren hier naar school gaan en een sociaal opvangnet hebben.